Yo, what up YouTube? Vandaag gaan we richting Zaltbommel naar de Ducati dealer. Nee, ik ga geen nieuwe motor halen. Maar het is een testdag voor de Diavel. Een van die motoren die hoog op mijn lijstje staat als ik ooit genoeg geld heb om hem te kopen. Tenminste qua zien. Ik heb er nog nooit op gereden, dus vandaar dat ik vandaag de kans grijp om een rondje daarop te gaan rijden. Het begint om 10 uur. Elke 40, 45 minuten is er een rondje volgens mij. Dus ik hoop al gelijk met de eerste mee te kunnen. Als het goed is zijn 010 rides en Dutch Wesp ook onderweg. Dus die zie ik daar. Dus dan kunnen we hopelijk met z'n drieën een rondje rijden. Alle drie op een Diavel. Ik weet niet hoeveel er zullen staan. Dus we gaan het wel zien. Ik heb ook geen idee wat ik ervan moet verwachten. Zodoende zijn we nu onderweg. Ik ga zo meteen de snelweg op. Moet ik een kleine 50 minuten rijden. En als ik daar aankom, dan kom ik weer bij jullie terug. Dus ik zie jullie zo. Zo, mooi motortje gek. Dikke scrambler. Ook al vet dingetje hoor. Maar toch, toen we die paniek hadden, maar. Ik zie jullie zo op de motor. Los mantengo, tengo, me dicen que estás caso, pero tengo, tengo, no tengo la voz ronca como Ñengo, tengo los partos bien duro como Sony le hizo a Nintendo. Quieren más, pero no son capaces de nada, mantienen diciendo que lo que hay, y si yo les digo se asustan, estar en la cima no es normal. Me odia porque soy original. Tanto falso que hay en esta humanidad. Yo los entiendo y sé por qué así están. Es que Supreme es tan high que no tiene ningún rival. Wow. Oh. Wat een view. Totaal iets anders dan wat ik nu rij. Dit is de X.
Oh, dit is echt een andere zithouding, joh. Wow. Dit zit en rijdt echt als een chopper. Kom wel een ijzeren klonk of zo. Bouwrek. Toe. Oh, joh, ik ben echt achter. Echt super wendbaar. Nou, we zijn hier met Dutch Wesp 010. Erwin is er ook erbij. Dus we zitten nou best wel op een DHL. Dus er zullen wel wat DHL YouTube filmpjes voorbij komen. Dus, het is de eerste keer dat ik op een Ducati rijd überhaupt. Dat is voor mij wel best wel spannend. Het zit wel echt lekker. Door die bocht heen trekken. Oei, oei, oei. Speelgoed dit hoor, speelgoed. Het rijdt wel echt een stukje, het zit een stukje comfortabeler dan mijn Honda. Zo ook met die footpacks eruit. Komt omdat het de DFL-X is. De 1260S en de 1260 hebben de footpacks recht onder hier zitten, net als een normale motor. Ja, en voor me kijk ik naar een V4. Ja, beter uitzicht kan ik me niet wensen. Oh, dit is wel lekker hoor. Janken door die bochten met 100 km per uur. Oei, 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 oei. De rest kan niet bijblijven. Rijdt die lekker? Deze wel. Deze is leuk, ja. Ja, geloof ik. Doortrekken dat ding. Hij wil zeggen, hij zit ook voor het eerst, volgens mij, tenminste niet voor het eerst, maar hij zegt ook deze V4 rijdt zo lekker. V4R volgens mij zelfs. Ja, ja. Alex. Dikke dingen. Super mooi. 1260S. Ik kan elke keer mijn voeten onder me weg zetten. Maar ze zitten hier aan de voorkant. Normale DFL. En Dutch Wesp. Lekker hoor. Aan de achterkant zien die dingen er ook zo vet uit, hè. Die twee lampjes aan de zijkant. Ik wil niet eens schakelen eigenlijk. De ultimate goals. Iedereen in DFL. Gas erop. Vervolgen wel, wees maar niet bang. Ah,
Ah, jammer, we zijn alweer terug. Ineens een snelwegje gepakt. Zonde. Quieren más, pero no son capaces de nada.